Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb Liam naar school gebracht. Ik ben net gauw naar de winkel geweest met de twee ettertjes. Jordi heeft buikpijn, die is niet blij. Dus ik ga gauw doorlopen. Ik laat haar thuis wel even zien wat ik een beetje gekocht heb. Nu eventjes fruit maken voor de twee van de Bambix Bende. En dan ga ik dingen doen. Ik moet nog van alles doen. We hebben Liam opgehaald van schooltje. Lekker croissantje eten. Ik heb drinken mee. Dus hij komt de dag wel door. Yay! Zijn we heel lekker happen. En Jordi krijgt iedere stukjes. Dus daar ga ik nou weer mee verder. Er zijn er twee wakker. Sam en Liam. Ik heb namenziekte. Ik moet altijd 100 namen noemen voordat ik de juiste heb. Heeft mijn oma, heeft mijn moeder. Volgens mij is het alleen de vrouwen. En ik blij dat ik geen meisje heb, want anders dan had die dat ook gehad. Maar goed, Jordi slaapt nog. Jordi was nog even tussendoor wakker geweest, omdat hij buikpijn had. Vanavond denk ik ook gewoon helpen, want hij heeft echt de hele tijd al buikpijn. Niels is vandaag eerder als, zeg maar, normaal thuis. Elke vrijdag is hij rond de klok van 4 uur klaar, dus dan is tegen 4:30 thuis. Dus dan heb ik ook weer wat meer ruimte om dingen te doen. Ik geef de kindjes wel lekkers geven en wachten totdat Jordi wakker is. En dan die ook eventjes doen. Niels is weer eens wat later en ja, daar erg ik mijn eigen aan. Want we hadden een afspraak, komt hij niet na. Ik word ook een beetje boos van. Maar ja, hè? Dat gebeurt in de beste gezinnen. Maar ik was gisteren, wat ik nog niet had laten zien, was ik even met mijn moeder de Zeeman ingegaan. En ik zei van, hé mam, ik moet nog even naar de Zeeman toe. Ik ben benieuwd of ze daar iets leuks hebben. Toen kwam ik gewoon dit tegen. Marvel t-shirtjes. En Marvel korte broekjes. Dus ik heb voor alle drie de jongetjes van mij, mijn mooie vriendjes, heb ik dezelfde gekocht. 3 van deze. En 3 van deze in hun eigen maat natuurlijk, hè. Dus ja, ik ben daar blij mee. En dan had ik ook nog een paar hemden voor Niels geschoord. Hij wil altijd lange dingen, want jij heeft een lang lijf. En hij kan als roze flamingo de zomer in. Tadaa. Dus hij heeft ook weer een zwembroek bij. Nou, prima. Oh, je moet nog een kaartje afhalen. Prima. Dan heeft hij in ieder geval weer een nieuwe zwembroek. De zwembroeken die hij had, die waren alweer even oud. En ja, ik dacht bij mijn eigen, dan kan hij in ieder geval weer eventjes vooruit. Deze ga ik even in de wasmachine stoppen en zorgen dat alles uitgewassen is, of in ieder geval gespoeld is. En dan ga ik aan het eten beginnen. De kindjes zijn vanavond naar bed toe gegaan. Niels heeft dat gedaan. Niels heeft mij nog mee geholpen opruimen. Ik was niet blij. En Niels die heeft mij gewoon geholpen. Omdat ik niet blij was. En ik kon mijn nagels doen. Dit is het geworden. Ja, dit kun je niet helemaal goed zien. Ik probeer het morgen even goed te laten zien. Ik heb ook heel vaak de vraag al gehad van... Kun je niet even filmen hoe dat je dat doet? Ja, dat kan wel, maar ik moet wel op de goede hoek, et cetera, zitten. Dus ik ben nog even aan het uitvogelen. Ik heb straks ook even geprobeerd, maar dat was net niet zoals ik het wou. Maar dan moet ik weer alles verhuizen, verkassen, et cetera. Dan duurt het alleen maar langer, langer, langer. Dus ik heb een andere in gedachten om het te laten zien. Met een oefenhand namelijk. En dan proberen om het zo te laten zien. Of ik dat dan nu op mijn hand laat zien of op een oefenhand is niet zo heel veel van verschil. Want ik gebruik dezelfde technieken, et cetera. Dus ik ben er nog even over aan het nadenken hoe dat ik het precies wil doen. Maar ik heb wel denk ik een manier. Een hele goede morgen. Ik wil dus heel even een vriend helpen. Nu het nog een beetje cool is. Komt straks weer terug. Kijk eens. Maar mijn nageltjes gedaan. Oh, oké, net zat je ze nog te bewonderen. Ik zei net, mama nagels gedaan. Ik zei die... Oh. Is het mooi? Ja, jij denkt dat je alles zo nep in je mond kan stoppen. Hij denkt dat hij alles kan eten. Zeg maar, oké, dit is eetbaar. En dan doet hij alsof hij het pakt. En dan... Dat. Dan zie je een aapje voorbij komen. Want Sam is ermee aan het spelen. En Jordi is daar. Oh, ik ga zo dadelijk flessen maken en kleding pakken voor de kinderen. Want ik ga echt op tijd naar de winkel met de kinderen. Zodat ik in ieder geval mijn boodschappen voor vandaag en morgenochtend binnen heb. Ja. Ja. Dan gaan we dat doen. Ja? Ja? Oké. Okay. Oh, waarom moet je nou altijd met je elleboog ook al ophangen? Oh, nee. Het gaan wij niet doen, kind. Nee. Nee, we gaan niet op mama springen nou. Ben je niet goed of zo? Het is veel te warm. Laat me maar rust. Nou, in ieder geval, dat is de planning. Dat. Links liggen even op bed. We hebben bezoek. Tadaa. Sonja is hier. Kindjes gaan lekker zwemmen hier. Straks als Liam, Jordi en Sam weer wakker zijn, dan gaan ze ook even zwemmen. Ze moeten ook om 4 uur naar de kapper. Maar daarna is gewoon weer zwemmen. Het is zo'n dag. Warm. Bleh. Niels, wat heb je net gedaan? Iemand in het water gegooid. Dat is een soort van ritueel hier. Als er iemand op bezoek is en het is zwemmeer, dan wordt diegene erin gegooid door ons. Ja, je hebt echt een flabber, ja. Liam is er ook al één geweest. Dus dat is momenteel wat er hier allemaal aan de hand is. Nou, tweelingmama, bedankt hè. Moet ik het ook weer doen. Ik tag eventjes onder wie ik nog meer nomineer. Nou ga je in het water. Sonja, wil je ook nog even zwemmen? Oh, ik heb een... Vinden jullie leuk? Ja! Ja! Yay! Liam en... Toetie, toetie, toetie! Toetie, toetie, toetie! Sammy! Auto! Het was een hele leuke dag. Ik ben hartstikke moe. Maar dat is ook echt de warmte geweest. Het begint gelukkig nu een beetje af te koelen. Ik ga heel eventjes opruimen. Sonja en de kindjes zijn net naar huis toe. Dus ja, Niels die is bij Jordi even, want Jordi wil niet slapen. Maar goed, ja, we gaan gewoon beginnen. Morgen is het Vaderdag. Leuk, gezellig. Ik ga ontbijt maken in ieder geval voor Niels, uit naam van de kinderen. Wat ik eigenlijk altijd al doe. En kijk, cadeautjes. Een hele goede morgen. Ik heb vannacht stevig geslapen, kan ik je vertellen. Dus ja, ik ben nu alle wassen aan het doen, want ik ben was aan het wassen. En het is vandaag natuurlijk papadag. En ik heb cadeautjes voor papa. Want zowel Jordi als Liam hebben op hun schooltje iets gemaakt. Dit is van Liam, dit is van Jordi. En dit is iets dat papa heel erg graag in zijn werkbus wou. Dus papa heeft dat besteld, die weet wat het is, maar... Kindjes, ja. We gaan het even doen met papa. Wil je deze aan papa geven? Wil papa brengen? Kom, we zijn samen. Gaan we niet samen? Liam. Papa wil een cadeautje voor jou. Kijk eens, papa geven. Naar papa brengen. Kom. Gaan we papa geven? Gaan we samen naar papa brengen? Nee, niet mee gooien. Ja! Papa geven. Je krijgt dus verfrommel. Zeg maar alsjeblieft, papa. Dankjewel. Wauw. Papa, wil je even luisteren? Ik wil iets in je oor fluisteren. Het gaat over mij. Het gaat over jou. Sst. Weet je dat ik van jou hou? Liefst, Liam. Ah. Volgend jaar doet Sam ook cadeautjes, hè? Ja. Wat heb jij gemaakt? Oh. Oh, je hebt een zakdoekkleur. Wauw. Heeft Liam dit gemaakt? Wauw. Liam gemaakt. Oh, hier zit jouw naam, Liam. Oh, dat is mooi. Heb jij gemaakt? Ja. Oh. Dat is heel mooi hoor. Zal mama het op tafel leggen? Ja. Jordi heeft ook iets gemaakt. Ik zal het even laten zien. Dit. En dan gaan we nu aan papa geven. Ik weet alleen niet of Jordi daar veel zin in heeft. Maar we gaan het even proberen. Handjes geven. Staan. Jee, Jordi. Hey, stappen. Ga je even stappen met papa? Kijk eens. Deze had jij gemaakt voor papa, hè? Samen met de juffen gedaan. Wauw. Ja. Voor jou, lieve papa. Dikke kus van Jordi en heel veel knuffels. Wauw. Mooi hè, Jordi, die heb jij gemaakt. Dankjewel. Kus. De papa kus. Oh. Goed zo. Dankjewel. En dan nu Moment de Supreme, of hoe noem je dat? Moment Supreme, weet ik het. Dit hier. Nou, ze zitten allemaal bij papa. Nou papa, deze is van alle drie. Wauw, kijk eens Liam, een grote doos. Nou kan papa niet meer zeuren. Wat zit hier dan in? Dit wil papa heel erg graag. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Liam, kom je ook kijken, cadeautje voor papa. Wauw. koffiemachine. En dat is dan op voor accu. Senseo pads. En gewoon koffiepoeder. Ja. Lekkere Chipito chips, stinkchips. Maar dit is voor stinkkoffie. Ja, ja, stinkkoffie. Hier kan wel een accu. Ja. Een cupke. Cupke. Ja. Ja, weer smok. Ja, dat prima. En dan kun je hier een koffiepet in doen. Ja. Of je kan hier gewoon koffie in doen. Ja. Wordt gewoon koffie, denk ik. Of een koffiepet. Sorry. Ja. Dan kun je hier drukken. En dan doet hij. Maar moet er water in dan? Als we toch bezig zijn, hè? Oh, daar, oké. Okay. Juist. Ja. Nou, papa heeft zijn koffiezetapparaat. Kunt straks mee gaan speulen. Ja, toch? Zeker. Wat is dit, de koffiepetadapter? Weet ik niet. Hij had nog iets gevonden. Daar zit nog iets in. Oh, weet ik niet. Volgens mij is dit niet voor de koffiepet. Volgens mij is dat voor de koffiepet. Ja, dit is. Ja. Nou. Dan moeten we even uit. Hij kan straks speulen met dat ding. Ik ben vandaag ook op mama duty. Want ik heb van alles wat ik moet doen. Ik moet de was doen. Ik moet opruimen. Bedden verschonen. Dat soort dingen allemaal. En we gaan straks nog wel even een ontbijtje maken voor papa. En moet ook nog naar de winkel, dus dat gaan we straks ook nog even doen. Ik heb ontbijtje gemaakt. Allemaal lekker smullen. Ik heb scramble eggs gemaakt met ham en kaas. En dan vindt Jordi ook lekker. Ja. Njum. En papa? Lekker. Ja? Ja? Mooi. Liam en Jordi hebben niet geslapen, maar papa heeft wel iets gedaan. Papa die heeft namelijk speakers in de auto gezet, waar ik altijd mee rijd met die auto, en een microfoontje voor de Bluetooth, zeg maar, dat als ik gebeld word dat ik beter te horen ben. Dus die is daarmee bezig. Die komt als het goed is wel zo weer thuis. Sam is ook weer wakker. Die zit in mijn nek als een papegaai. Hi Sam. Hi. Ja, dan gaan we zo naar de winkel boodschappen doen. Wat wilde papa eten? Macaroni. Met kaas. Dus heb ik dat gemaakt. Papa's bord. Mama's bord. Jordi's bord. Sam zijn bord. Liam zijn bord. Voor de mensen die denken dat wij van grote borden eten, dat eten wij dus niet. Wij eten van boterhambordjes. Ik zal het even laten zien. Dit is een groot bord. En dit is een klein bord. De reden dat we dat zijn gaan doen is omdat ik een gastric bypass heb gehad. En Niels vindt het ook prettiger om van zo'n bord af te eten. Want hij schept liever nog een tweede keer op als hij trek heeft. Maar dat zijn dus de borden waarvan wij eten. Ik kan sowieso nooit zoveel op. Dus ja, vandaar dat wij het op deze manier doen. Niels vindt het prettiger ook. Dus doen we dat. Nou papa, hoe was je vaderdag? Rustig. Ja? Ja. Ik heb veel gedaan. Ik heb al mijn was weggewerkt. Vanavond hebben we hier nog even gepoetst. Ik heb de achteruitrijcamera aangesloten. In de auto. Ja, dat moest al maanden. Het zat er ook al maanden in. Ja. En Nieuwe box in mijn auto. En een microfoontje voor je kaken. Ook beter, want als ik nou gebeld word, dan hoort iemand me. Het is allemaal veiliger, want ja, ik moet toch op pad met de kinderen. Mm-hmm. Maar wel duidelijk beeld. Ja. Wat vond je van je cadeautjes? Leuk en lekker. Ja, leuk en lekker. Ja, de koffie was lekker. Oh ja, hij heeft hem al een paar keer uitgeprobeerd. Maar goed. Dit was dus ons weekend gezellig. Mm-hmm. We gaan bij deze ook deze Ups en Down afsluiten. Het begint hier nu ook te onweren. Ik moet nog even editen. En ja. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.